Het is 11:45 hier in Balikpapan en ook hier op het vliegveld was alles weer prima geregeld. Inchecken was echt een fluitje van een cent. En we gaan nu naar het volgende eiland, Bali. Bye, Grand Jetwell Balikpapan. Van het vliegveld van Bali tot in Ubud is het één grote chaotische drukte. Het lijkt soms wel drukker dan in Jakarta. Maar als je de juiste paadjes weet te vinden, zoals deze, dan kom je ineens in een oase van rust, zoals bij onze bamboehut. Nu wil het toeval dat de zus en zwager van Aline ook op Bali zijn. En daar gaan we nu op bezoek. Ons tweede huisje op Bali ligt ten noordwesten van het centrum van Ubud. Voor de kenners vlak achter de Bintang supermarkt.
is het tijd voor de buitenworkshop. Je begint bij een lichtere kleur en dan bouw je het steeds op en dan wordt het steeds donkerder. We zijn aangekomen bij alweer het laatste hotel op onze rondreis door Indonesië, de Oasis Lagoon in Sanur. Het is 7 uur hier in Sanur en we gaan nu Balinees leren koken. En nu eerst een bezoekje aan de lokale markt. Stick, this is ready, yeah? Het was een topkook les en het wordt vervolgd.
2:30 vanmiddag vertrokken vanuit Bali richting Kuala Lumpur. En ik sta hier weer op de plek waar het 4 weken geleden zo'n beetje begon. Onze rondreis door Indonesië, Java, Kalimantan en Bali. We hebben ontzettend genoten van onze rondreis. Ik hoop dat jullie ook genoten hebben van het kijken naar onze vlogjes. Graag tot een volgende!